Bijbel. En toen ik 9 jaar oud was, ik was 8 jaar oud, toen zei mijn moeder, Matthijs, wat wil je nou voor je verjaardag hebben? En ik zei, mam, ik wil graag een Bijbel. En er staat hier in deze Bijbel, ik ga het voorlezen. Dit is een geschenk van je vader en moeder voor je 9e verjaardag. Met de bede dat dit woord van God een licht op je verdere levenspad zal zijn. Psalm 119, vers 105. En in Psalm 119, vers 105 staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En weet je wat er gebeurt? Soms, hè, dan lezen we de Bijbel en dan zie je of dan horen we iets en dan in één keer, hey, dan denken we, hey, de Bijbel is een licht. Dan luisteren we naar het verhaal van Otto de Bruin en denken, oh, wat mooi! En het gaat ons oor in en de volgende dag gaat het ons oor uit en pff, is het weg. Of morgen komt Oude Nieuw en denken, oh, wat kan die man mooi preken! Oh, wat een licht! Oh, dat ga ik goed bewaren in mijn oren en het gaat erin en woensdag weet het dan niet meer en pff, is het weg. Ja, of heb je stille tijd, je bent zelf de Bijbel aan het lezen en denk je, oh, wat een licht, oh, wat zie ik veel. En je denkt, oh, dat ga ik vasthouden en het gaat je oren in en het is weg. Nou, wat moeten we eigenlijk doen met de Bijbel? We willen het een fundament in ons leven laten worden, we moeten het lezen en dan moeten we niet in onze oren stoppen, maar eigenlijk zegt de Bijbel, dan moeten we het opeten. Want als we de Bijbel opeten, dan krijgt het een plekje in ons hart. En dan blijft het in ons hart. En dan komt het uit ons hart. En niet alleen uit ons hart. Dan komt het op een gegeven moment ook uit ons mond. Want waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Ja. Dus, u gaat een heleboel woorden horen. En heel veel woorden zullen echt goed zijn van de Heer. Probeer die woorden niet alleen in uw oren te bewaren, maar vooral in uw mond. Want dan blijft het goed. Dankjewel. Nou.